Nou, we gaan allereerst beginnen met een onderwerp en dat heet de fiets van de zaak. Mark Danhoff en Marjolein van Goed op Weg. En Mark Danhoff is van Leasebike. Ja. Wat er per 1 januari verandert, is eigenlijk dat er een vast bijtellingspercentage komt voor de fiets. Eigenlijk hetzelfde wat we al jaren kennen van de auto, dat wordt nu ook mogelijk voor de fiets. Dus als een werkgever een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer, dan betaalt de werknemer daar een vast bijtellingspercentage over van 7%. Wat er dus ook voor zorgt dat er geen ingewikkelde kilometerregistraties meer bij hoeft te houden van hoeveel rijk zakelijk, hoeveel rijk privé. Nee, 7% betaal je. Nou, voor een goede e-bike van 2.500 euro is dat 5, 6, 7 euro per maand. Weet iemand of in hoeverre mensen geneigd zijn om de normale fiets te laten staan en over kleinere afstanden de e-bike te gebruiken? Is daar iets over bekend? Zeker, Roen. Vertel. Iedereen die een e-bike heeft, ja, Laat die gewoon een fiets staan. Die gaat alles doen op de e-bike. Maar hij maakt wel meer kilometers, waardoor die per saldo de gezondheidswinst toch groter is. Ja, zeker. Ja. Misschien is het goed om even te switchen naar jouw tafeldame Marjolein van de Stok. Misschien kun je vertellen wie je bent, wat je doet en wat jouw verwachtingen, maar misschien ook twijfels en voorbehouden zijn ten aanzien van die nieuwe fiets van de zaakregeling. Want jij werkt veel voor en met werkgevers op dit gebied. Ja. Ik twijfel inderdaad nog, want er was even heel veel verwarring van, oké, ik heb die leasefiets en daar betaal ik bijtelling voor. Maar ja, als het regent, of nou ja, wij kennen natuurlijk allemaal de argumenten om een keer niet te fietsen. Wat dan? En dan ga ik een keer met de auto, dan ga ik met OV, krijg ik dan geen reiskostenvergoeding meer. Ja. Nou, daar was even ruis over, van hoe zit dat nou? Maar inmiddels weten we wel met zekerheid de uitspraak gedaan van, nee, als je dan kan aantonen, moet je het wel weer aantonen, dat je die dag met de auto of het OV bent geweest, dan mag je dat als werkgever nog gewoon vergoeden. Dus dat is goed nieuws voor zowel het OV als de fiets. Nou, misschien ook wel een beetje wat jij zegt. Leasen klinkt een beetje eng. Dus ik denk voor volgend jaar zeker zal het gaan stijgen. Maar dat dan nog wel een beetje rustig blijft. Daarna is mijn verwachting wel dat het richting Duitsland gaat, waar op dit moment 1 op de 5 verkochte e-bikes ook een leasefiets is. Met Dynamo Rietgroep werken we eigenlijk al sinds 2014 met alle leaseconcepten die er zijn. En daarvoor hebben alle onze ondernemers al jarenlang alle fietsen van de zaak geleverd. Dus ja, zijn we al klaar? Ja, we doen het al jaren. Alleen wat complexer gaat zijn is dat veel leasemaatschappijen in combinatie met de auto de fiets gaan aanbieden. En die moet onderhouden worden. En dan moet straks een factuur naar een leasemaatschappij. En dat wordt weer complexer voor de winkels om die af te handelen in de werkplaatsen. Dus daar doen wij als Dynamo Rietengroep, zetten we stappen om dat goed aan elkaar te kunnen koppelen, dat de klant er geen last van gaat krijgen. Juice is een fietsenketen met eigen winkels, 6 in de grote steden. En de oprichter heeft in het begin gekozen voor alleen maar elektrisch. Dus we zijn de enige fietsenwinkel, denk ik, die in een groter verband met meerdere winkels en één naam alleen elektrisch verkoopt. We hebben een vraag. Niet. Ja. Echt? Echt. Vraag. Die meneer die daar zit, die steekt, of hij moet naar de wc, dat kan ook. Kritische vraag geeft, of denk ja, allemaal mooi, luchtfietserij, maar... Ja? Ja, ik ben wel even benieuwd naar het proces om van deze visie, laten we zeggen, via strategie naar resultaten te komen. Hoe moet dat traject eruit zien? Oké, ik ben dus Marijn Kik, beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht. Wat erg goed aansluit is dat wij ook bezig zijn met een visie voor 2040 op dit moment. Dat is eigenlijk een actualisatie van ons mobiliteitsplan. Gewoon overschrijven zou ik zo zeggen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Een van de basisbehoeften was van de Utrecht Bike Community. We hebben aan het begin van het jaar hebben we opgehaald van what makes you tick binnen deze context. En een van de basisbehoeften was de kans en de gelegenheid om nou eens van de beleidsmakers te horen, waar zijn jullie mee bezig? Ik ben heel trots op inderdaad de regionale ik-fietscampagne. Ik ben ook heel trots op hoe we nu de snelfietsroutes aan het aanpakken zijn. Het is een langdurig proces, maar samen met een adviescommissie, snelfietsroutes, waar ook de Fietsersbond of Utrecht Fietsoverleg in zit, Veilig Verkeer Nederland, ANWB ook, allerlei partijen zitten daarin om ons gevraagd en ongevraagd advies te geven. En gewoon echt daar in de regierol pakken, ja, dat hadden we gewoon een aantal jaren geleden niet gedacht dat we dat zouden gaan doen op die manier. Ga van start en vertel ons, neem ons mee naar de fietsvisie 2040. Reden voor de Fietsersbond om een visie te maken is, toen ik bij de Fietsersbond kwam, was het eigenlijk vrij overzichtelijk. Een fiets had 2 wielen en een stuur en je trapte erop en dan ging je vooruit. Vaak was die zwart. Maar als je nu kijkt, is er eigenlijk een enorme ontwikkeling aan de fiets. En ik ben daar heel erg blij mee, want ik was ontzettend gefrustreerd. Ik kwam uit de milieubeweging.
En ik dacht, ja, weet je, die auto's, iemand in de automotive wereld die staat op een podium en die laat het woord techniek en innovatie vallen en de helft van de politici in de zaal en ambtenaren die liggen gewoon omver, want die zijn diep onder de indruk, terwijl wat is er nou mooier en schoner dan wat wij al hebben, namelijk de fiets, maar niemand die het weet. Naast de Dom en naast Nijntje wordt nu de fiets als icoon toegevoegd als zijnde representerend voor de regio Utrecht. 4 jaar geleden hadden wij binnen het bedrijf al het idee van, nou, hoe krijgen we mensen op de fiets, hoe gaan we die mobiliteit bevorderen. Aan mensen suggesties gevraagd. En een van de IT-mensen die zei van, waarom fietsen we niet rond de wereld? Jules Verne, 80 dagen challenge, daar komt hij vandaan, jullie kennen allemaal het boekje. En in 80 dagen om de wereld, 40.000 kilometer... En daar is een ideetje op ontstaan. En dat ideetje was 4 jaar geleden bij ons nog alleen intern in het bedrijf. Wij zeiden, we stellen een team samen en gaan met dat team gewoon fietsen, maar ook hardlopen, zwemmen, als je het maar zelf beweegt. De ambitie is om de Heuvelrug de e-bike regio van Europa te laten zijn. Ook wederom die ambitie. Ambitie, zeker. Ja.